De HEMA Retro Game Handheld. Verkrijgbaar in meerdere kleuren en ook als arcade variant, maar altijd staan er dezelfde 200 spelletjes op in dezelfde volgorde. En om onduidelijke redenen heb ik ze alle 200 gespeeld. In deze video neem ik jullie mee in mijn favoriete spelletjes. Oké, dat introotje was misschien wat overdreven, want ik heb maar één gaming video en daar kijk je momenteel naar. Enfin, het eerste spel, F22, een fighter jet shooter. En zoals je ziet is dit best een leuk spel. Hij is vrij geavanceerd met eindbazen, meerdere levels en gewoon een erg vermakelijk spel. Nummer 23, een Vigilant. Een horizontale shooter waarbij je een fighter jet bent die zich door meerdere levels heen moet schieten. Het tempo ligt niet al te hoog waardoor die goed te doen is. Maar het is wel zo dat je de muren niet mag aanraken en eigenlijk niks mag aanraken. Er staan trouwens nog twee andere soortgelijke spelletjes op van dit type, namelijk nummer 67 en nummer 99. En die hebben een soortgelijke gameplay. Nummer 33, Resistance, oftewel Space Invaders. Ik denk dat iedereen dit type spel wel kent. En hij staat zelfs nog een paar keer op dit device, namelijk onder nummer 129, onder nummer 141 en 153. Allemaal de soortgelijke gameplay. Nummer 46, Greedy Snake. Oftewel gewoon Snake zoals ze die kennen van de Nokia telefoons. Het schijnt dat ze staartje dat moeten geldzakken voorstellen, vandaar de naam Greedy Snake. Ik zie dat zelf niet direct eraan af, maar het is gewoon Snake zoals die wel bekend is. Nummer 48, Falling Blocks, oftewel Tetris. Het scherm doet vermoeden dat je het met twee spelers zou kunnen spelen, maar dat is niet zo, want het is gewoon altijd een single game vanwege deze controls die je hebt. Maar goed, het is Tetris. Nummer 74, Bicycle Race. De control is niet heel intuïtief. Natuurlijk wel gewoon dat je kan rijden met deze, maar als je één keer het pijltje omlaag indrukt, dan schiet hij naar de high snelheid. En dan pijltje omhoog is weer de low snelheid. Ziet er best grappig uit. Maar je mag niks aanraken, geen zijkanten, geen tegenstanders. En wat wel grappig is, is dat dit spel staat ook nog een keer in de lijst onder nummer 69, maar dan als UFO Race. En die UFO Race die heeft precies dezelfde gameplay als het spel dat we zojuist zagen, maar dan in een space thema met UFO's. Let er trouwens ook op dat ze rechtsboven het woord scoren verkeerd hebben gespeld. Wat wel iets zegt over de kwaliteitscontrole. Nummer 72. Wederom een race game. Deze keer eentje die je van bovenaf ziet. En het is een vrij gevarieerde met obstakels op de weg zoals water, T-splitsingen en natuurlijk tegenstanders. Je kan niet schieten. Maar je kan wel je tegenstanders van de weg afrijden of gewoon inhalen. Je mag ze niet van achter aanraken, want dan ben je dood. Nummer 75. Hoedel, oftewel een flipperkast. Het is een redelijk uitgebreide variant. Want je hebt zelfs minigames als je je bal in bepaalde van die rode gaatjes weet te krijgen. En daardoor is het zeker wel een vermakelijke flipperkast. Nummer 108. Sky Invader. Met verschillende tegenstanders op en boven het water. Je kan bommen schieten en je kan natuurlijk gewoon de wapens van je eigen vliegtuig gebruiken. Nummer 27, Diamond, oftewel Arkanoid, oftewel Breakout. Wel een bekend spel. De volgende levels lijken iets makkelijker te zijn dan level 1, vreemd genoeg. Maar het is desondanks een erg vermakelijk spel. 172. Dejectile, oftewel Bomberman. Wat je hier vooral dwars zit is de tijdslimiet die je hebt per level. Het is te doen, maar je moet wel een beetje doorgaan met bommen leggen.
En je hebt ook verschillende power-ups. Zo kan je bijvoorbeeld power-ups halen voor meer vuurkracht of om meerdere bommen tegelijkertijd te kunnen leggen. Escape Way. Dit is een platformer waarbij je door middel van een zonnebril kan kiezen of je op 1, 2 of 3 hoog springt. En je komt allemaal obstakels tegen die je op de juiste hoogte moet overspringen. Zoals deze zit halverwege, dus ik geef de middelste zonnebril en als je het niet doet, ben je dood. 180. Forest Adventure. Oftewel, een platformer. Het doel is om alle diamanten te pakken en natuurlijk om de level uit te spelen zonder in het water te belanden. Hij heeft 10 levels, daarna houdt het spel trouwens gewoon op en begint hij weer opnieuw. Maar het is zeker wel een wat geavanceerdere platformer. 197. Mouse Snare, oftewel mijnenveger. Je kan hier de moeilijkheid instellen en vervolgens is het doel om deze vakjes over te maken en de cijfers geven aan hoeveel bommen er verborgen zijn rondom dit vakje. Dus die eentjes die geven aan dat er een bom ligt in de buurt van deze 1. En hier kan je met linkerknop kan je die markeren als bom. En met de onderste knop speel je ze open als je denkt, nou dat is geen mijn. En tenslotte wil ik jullie meenemen in 4 puzzelgames. Dan wordt het juridisch wel een top 18 in plaats van een top 15, maar dat mag vast. Ten eerste in sneltreinvaart nummer 26, Waterpipes. Daarbij moet je het watertappunt boven en onderin met elkaar verbinden met de waterleiding. En bovenin zie je wat het volgende verbindingstuk is die je ter beschikking gesteld krijgt. Nummer 30, Chess Puzzle. Hiermee moet je de bolletjes in de kleur van je tegenstander omsingelen om ze over te nemen in jouw kleur. Met uiteraard als doel om vervolgens het hele bord in jouw kleur te krijgen. Nummer 53. Checkers. Oftewel gewoon dammen. Erg verslavend. Grafisch niet heel erg geavanceerd. Maar het is wel leuk om het damspel op deze manier uit te spelen. En tenslotte nummer 152. Snowball. Waarbij je de sneeuwballen in de daartoe bestemde gaten moet duwen. En de levels worden natuurlijk steeds moeilijker. En door alle sneeuwballen in de juiste gaten te duwen, kan je de level uitspelen. Tot zover in sneltreinvaart nog even 4 puzzelspelletjes voor de puzzelliefhebbers. En dat is hem, de HEMA 8-bit game. 15 tot 20 euro bij de HEMA. Verwacht geen superieure spelletjes, het zijn echt 8-bit simpele spelletjes. Maar bijvoorbeeld een lange auto- of busrit naar het buitenland is het nog best vermakelijk. Oh, en mocht je afvragen wat dat wieltje doet rechtsonder, dat is puur de decoratie. Bedankt voor het kijken en ik hoop niet dat er nu nog een outro komt met rockmuziek.